strand. Zoals Wilco zo is, kan hij niet naar beneden, begrijp ik. Over. Het is ontzettend moeilijk. Hij heeft heel veel pijn. Hij ziet het zelf niet zitten. Hij bloedt ondertussen ook nog. Er zit echt een heel moeilijk pakket. Over. En hoe hoog zijn jullie boven kamp 1? Over. Wij zitten 200 meter boven kamp 1. Over. Ik stond erboven, ja. Hij ging eerst rakelings langs mij heen. En toen schreeuwde ik, Wilco! En hij zag het dus ook. Maar er waren een stuk of 3, 4 stenen. En één was een hele grote. En die kreeg hij dus eerst tegen zijn ogen en daarna tegen zijn schouder aan ergens. En toen lag hij dus dwars in de touwen. Help je even? Ja. Ik zie even van die bek langs mag. Nou, zijn linker bovenarm is gebroken. Bovenarm? Linker bovenarm, dat is een open fractuur. Shit. Er is heel veel bloed uit verloren, ik denk 1,5 liter. Het grootste gedeelte zit nog in zijn arm, die is helemaal zo. Ja. Verder, ik geloof niet dat hij een schedelfractuur heeft. Hij is helder. En hij heeft een hele grote wond boven zijn oog, die heb ik gehecht. En we hebben een infuus gegeven. Hij is niet in shock, heeft een goede bloeddruk. De ademhaling is goed. Dus hij is stabiel, maar nu moeten we hem weer weg zien te krijgen, dat is het probleem.